Ja, daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update. Na de gewonnen wedstrijd tegen PSV. Want ja, NEC deelde de eerste nederlaag uit aan PSV. Dat gebeurde hier in de Goffert. NEC wist met 3-1 te winnen. Ja, en dat is misschien al zelfs een legendarische wedstrijd te noemen. En ook wel een historische, hè? Omdat je van PSV wint waar nog niemand van gewonnen heeft dit seizoen. En als je dan kijkt hoe het wedstrijd verlopen is, dat je achterkomt. En ik denk dat wij in die fase best behoorlijk speelden. Dan hebben we natuurlijk geluk, maar in ieder geval die penalty helpt ons in de wedstrijd. En daarna hebben we ook iets anders laten zien dan alleen goed voetbal. Knokken voor elke meter en maken we mooie goals. En dat is geweldig, denk ik. Maar Jasper pakt zijn eerste penalty in de Eredivisie. Dat past bij deze wedstrijd, hè? Ja, ook dat gevoel. Ja, dat is misschien gek dat ik het zeg. Maar toen die penalty genomen werd, had ik het gevoel dat er gaat iets gebeuren. En ja, dat hij hem pakt en dan als je ziet de ontlading bij hem, bij ons op de bank en bij het stadion. Ja, dat weet je, deze gaan we niet meer weggeven. Het was vandaag moeilijk om man of the match eigenlijk wel te kiezen. Want is het dan Selasso die dan eindelijk zijn doelpunt een keer pakt? Nee, het was echt gewoon Jasper Cillessen. Want hij stopte de penalty van Luc de Jong. Ja, goed. Ik denk dat PSV dit jaar voor het eerst een nederlaag heeft in competitieverband. En ja, toen eerste Eredivisie penalty is ook wel lekker. Maar wat een wedstrijd, zeg. Ja, gekke wedstrijd. Ik denk dat PSV eerste helft ons goed onder druk zet. We komen er moeilijk uit. Ondanks dat er wel wat ruimte lag om te voetballen. Alleen ja, waren wat slordig in balbezit. En krijg je gelukkig net voor rust dan die penalty, waardoor je met 1-1 de rust in gaat. En dan is de wedstrijd open. En dat zijn we ook tegen elkaar in de rust. En dan is het wel lekker dat hij dan zo gaat. En dan, dan is het persoonlijk ook wel lekker dat je die penalty pakt. Want als hij hem iets zuiverder inschiet zoals tegen Dortmund, dan wordt het lastig. Ja. Nou ja, dat deden jullie in ieder geval niet. Er zat van alles vandaag in. Jullie voetballen goed, er zat strijd in. Jullie hebben eigenlijk alles laten zien van hoe volwassen jullie zijn geworden. Ja, inderdaad. We hebben een goede interlandbreak gehad en we zijn weer fris eruit gekomen. Dus we hebben laten zien wat we kunnen en wat er nog in zit. Ja, hij droomde er al van als klein jochie om hier voor zijn NEC in de Goffert te scoren. En dat deed hij nu. Selasso. Nee, ik weet niet wat ik moet zeggen. Blijf dromen, blijf hard werken en dan valt hij de goede kant op. Daar ben ik heel erg van overtuigd. En vandaag was het zover. Wat spelen jullie van pot, zeg? Nee, ik denk dat iedereen gewoon ziet waar NEC dit jaar mee bezig is. En wat ik vooral vandaag zo speciaal vind is natuurlijk tegen de koploper. Maar we missen een aantal echte vaste basiskrachten in ons team. En hoe de andere jongens dat opvullen vandaag vind ik goed en zegt denk ik wel over het team waar we toe bereid zijn. Dan moet ik ook nog wel even terug naar het moment dat je de wedstrijd in het slot kan gooien. Wat deed je? Volgens mij deed ik heel veel tegelijk en heel veel dingen niet. Wat dacht je? Wat ging er in je hoofd toen om? Ik wilde hem eerst slepen, maar ik zag dat de keeper de ene kant op ging, dus ik wilde de andere kant. En tijdens de sprint, ik heb denk ik nog nooit in mijn leven kramp gehad in mijn kuit, maar hij sprong er opeens in. En ik wil wellicht dat het met Ramadan te maken heeft dat ik die laatste paar minuutjes op mijn tandvlees liep. Je moet trots zijn op je ploeg wat ze vandaag hebben laten zien, toch? Ja, ben ik ook. Ben ik ook echt. Van de overwinningen die we gepakt hebben is dit de mooiste. En hoe we dat gedaan hebben met invallers, met jongens die misschien niet altijd gespeeld hebben, dat is een mooi gevoel. Dan moet het vizier alweer heel snel op dinsdag, want dan staat de uitwedstrijd in Sittard tegen Fortuna te wachten. We schrikken dan weer over de twee middenvelders, Dirk Proper en Tjeron. Nou, ik denk dat die wel bij de selectie zitten, ja. Dat moeten we natuurlijk morgen en maandag bekijken. Maar ik denk wel dat die in de selectie komen en hoe we dat gaan doen qua speelminuten moeten we zien. Maar ze gaan er wel bij zijn. Ja, heel kort eigenlijk maar kun je dit feestje vieren, hè? Want dinsdag staat al gelijk weer een uitwedstrijd naar Fortuna. Hoe kijk je daarna? Dat het geen makkelijke wedstrijd zal worden en daar gaan we meteen het ijsbad in om volle focus op Sittard of Fortuna te hebben. Want kijk, als je dinsdag geen resultaat haalt, dan is deze heel leuk, maar heb je vrij weinig aan voor de stand. Dit is ook gewoon genieten, toch? Tuurlijk. Dus ik ga vanavond er nog wel even van genieten. Maar vanaf morgen is de focus wel weer op Fortuna. Je kijkt hem wel terug, denk ik, hè? Nog een keer die penalty die je stopt, hè? Ja, ik denk het wel. Hij kijkt die penalty zeker nog even naar ijsbadje en even relaxen. Richting dinsdag natuurlijk de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Ja, en hier de supporters, de zaterdagavond. Er mag gewoon feest gevierd worden.
Dit moet een feest zijn dat ik ga vieren zal. Alleen, alleen met jou. Ja, dans je de hele nacht met mij. Wij zijn er heel snel weer en dat is maandagavond met de NEC Update Live, de podcast. We gaan dan kijken richting de wedstrijd van dinsdag, Fortuna. En ook al na de derby natuurlijk tegen Vitesse uit. Er zal nog heel veel gebeuren komende week. Want ja, hoe zit het nou allemaal met supporters? Wordt er wel niet gespeeld? Afwachten wat daar deze week mee gaat gebeuren. Dit was de NEC Update. Ik zeg graag tot de volgende. Ja!